We staan hier bij het Geuselbad in Maastricht. En waarom staan we hier? Het duurt gewoon allemaal veel te lang. Ik ben Anja, voorzitter van de Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging. Wij zijn vaste gebruikers van het zorgbad. Wij zwemmen hier iedere dinsdagavond met twee groepen. En ja, het duurt gewoon veel te lang. Volgens mij is het gewoon een padstelling ontstaan. En het gaat toch over de rug van heel veel zwemmers. En dat vind ik bijzonder jammer. En als je dan ziet dat op bepaalde uren het zwembad wel open is, zoals nu met de inkom. En er zijn genoeg van onze gehandicapte leden die dat dus niet begrijpen. Die zeggen van het zwembad is open, waarom mogen wij niet zwemmen? Ja, de staking duurt al inmiddels meer dan 8 weken. Hè? Ja. Wat doet dat ook met de gezondheid van uw cliënten? Ja, heel veel. Voor heel veel mensen is het enige beweegmoment wat ze hebben. En ook het sociale contact. Ze zijn gewoon zo blij als ze op dinsdag naar het zwembad kunnen komen. Dat ze elkaar weer zien. Dat ze weer met elkaar praten over dingen. Ja, ik merk gewoon dat ze heel erg ook teleurgesteld zijn. Maar ook ja, dat ze spreken dat ze weer stijver worden. En ja, het is gewoon heel jammer. Waarom we hier staan? Nou, wij staan hier omdat we ergens veel zorg hebben voor de mensen die gebruik maken van het zorgbad. En dan kom ik hier koffie drinken om die mensen toch maar een beetje bij elkaar te zijn. En dan zie ik tot hier in één keer de inkom is van die studenten die dadelijk gebruik maken van alle faciliteiten. Dat wij niet gewoon kunnen zwemmen wanneer we willen zwemmen. En ik zie hier, daar hebben ze toiletten staan. Ze hebben volgens mij een tapvergunning of ik weet niet wat. Maar ik vind het schandalig. Ik vraag me af of die vergunningen er wel zijn. Maar van de andere kant denk ik ook, is de FNV nu bezig met een landelijk nummertje waar wij in Maastricht de dupe zijn? Of is dat gewoon maar alleen maar voor zorg tot in Maastricht dat dat geregeld is? Ja, want inmiddels is de staking nu al meer dan 8 weken bezig. Hè? Ja, ja. Wat doet dat met jullie, omdat jullie de zorg nodig hebben? Nou, ik zie gewoon, kijk, ik heb de zorg niet zo nodig. Maar er zijn zoveel mensen die hier met een rolstoel naartoe komen, normaal gesproken. En die kunnen helemaal niet komen. En die missen dat echt. Die zien ook dat hun gezondheid achteruit gaat. Dat is normaal, hè? Anders kom je niet hier in een zorgbad zwemmen. En dat vind ik eigenlijk schandalig, dat we er niet uitkomen. Een mediator, daar is ook niet voor gekozen. Dus ja, ik vraag me af of de belangen van de mensen die het nodig hebben, of die wel gerespecteerd worden. En de gemeente kan ook niet doorgaan met alleen maar te blijven plussen. Want als ik nu de gegevens zie van de raadsinformatiebrief die iedereen gekregen heeft, dan zie ik dat het een enorme, volgens mij is het een miljoen extra per jaar wat nu de gemeente kwijt is. Dus ik vraag me af waar dat naartoe gaat. Er moet toch een oplossing voor komen. Ja, u zegt net al, tenminste het vermoeden misschien is dat de FNV landelijk iets wil bereiken en niet hier nou lokaal op dit moment. Ja, dat idee heb ik. Omdat 92% van alle zwembaden die zitten in de zwembad CAO. Ja? En in Maastricht proberen ze daar onderuit te komen. En die zitten dus in die stichting. En nu proberen ze te kijken of dat waarschijnlijk landelijk uitgerold gaat worden. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hè? Ik bedoel, dat is maar iets wat ik suggereer. Ja, we staan hier bij het buitenzwembad. Hè. U zit ook in de zorggroep eigenlijk voor te zwemmen. Ja, ja. Alleen u kunt al 8 weken niet zwemmen. Alleen vandaag is het zwembad geopend voor de studenten. Ja, dat klopt inderdaad. Ik hoorde dat gisteren. Heb ik u gelijk gebeld. Ik vind het niet normaal dat de studenten alles mogen. Ik kan begrijpen dat ze weer blijven staken. Maar dat is al 8,5 weken aan de gang. Ik vind dat niet meer normaal. De gemeente doet hun best, doet 30% erbij. Zij zeggen ja. Wij doen dat niet. Ik denk dat ze nog langer gaan staken. Wat kost ons dat allemaal? Ja. Ik vind stakenrecht mag. Maar dit vind ik echt niet meer normaal. Echt. Ja. Wat doet dat met de zorg voor u? Omdat u ook zorg nodig heeft om te gaan zwemmen? Nou, zakelijk ga ik achteruit. Ik heb pas een nieuwe punt in mijn knie. Je kan helemaal niks meer doen. En dat vind ik het ergste wat momenteel is. En dan zeggen raadsleden wel van ja, ze moeten meer krijgen of dit of dat. Ik vind gewoon dat we nu moeten ophouden. Ja, we staan hier omdat hier dadelijk een heel grote inkom is. En wat ik begrepen heb van deze studenten, dat hier zelfs 4.500 man wel eens verwacht kunnen worden. En 10 meter verder zitten mensen die geen gebruik kunnen maken van het zwembad. Die wat in het zorgbad moeten zijn. Dat is te triest voor woorden. Ja, wat vindt u ervan dat de gemeente hier een vergunning voor heeft afgegeven? Ja,
triest, super triest. Als gemeente zijnde moet je prioriteiten stellen. De gezondheid van de mensen is één, dus laat dat bad dan lekker open. Er zijn stakingen bezig, er zijn mensen wat nog werken. Bedien de mensen wat het hard nodig hebben, dus prioriteiten stellen. En dan is dit feestje, nou dan. Ja, ook de horeca wordt hier ook flink benadeeld. Ja, oké, maar dat heeft met die andere stakingen ook te maken. Hier zijn altijd afspraken schijnbaar over de inkomen met het zwembad al jarenlang. Dus ja, het is zo. Ja, u zegt net 4.500 mensen. Hè? De veiligheid, is u wel gegarandeerd hier met het aantal toezichthouders wat hier normaal dan zouden moeten zijn? Ik vraag het mij af, maar u mag best weten, ik ben, misschien tot u een belletje hoort, maar ik denk dat de wethouder mij nu een bel is, want ik ben met hem aan het appen, dat ik het wel heel erg triest vind wat hier nu gebeurt. Ja, gaan jullie met de gemeenteraad hier vragen over stellen aan de gemeente? Nou ja, ik kan alleen maar over mijn eigen partij natuurlijk spreken, en Maastricht voor nu zal zeker hier vragen over gaan stellen, ja. Oh, ik weet wat los is in Maastricht.